Een hele goede morgen, lieve allemaal. Daar zijn we weer, lieve handwerksterren en andere bezoekers. Goedemorgen, het is vrijdag 14 juli 2023, 2023. En zo u wilt, en dit is aflevering 1323 van Koffiepraatjes en Theeleutjes bij Maak het met Miranda. Het is alweer 10 uur. De dag is alweer een tijdje bezig. Het is hier prima weer. De bewolking en de blauwe lucht die wisselen elkaar een beetje af. Het is droog, aangenaam. Volgens mij belooft het weer een fantastisch mooie dag te worden. En dat hoop ik voor jullie natuurlijk ook. Nou, we lopen alweer lekker vol. Gezellig, vrijdagochtend. Iedereen lekker wat te drinken. Ik heb lekker een kopje thee. Ja, gaan we weer onderweg naar het weekend. Eens even kijken, wie zijn er allemaal al? Oh, ik zie Jolanda, goedemorgen, je bent er ook weer. En die is ook binnen en Hebbes, goedemorgen. Ik zie Karen en Angela, ladies, goedemorgen. Alinda, Corina en Ferdinanda zijn er ook gezellig, zitten gezellig naast elkaar. En Grietje is binnen en Petra, goedemorgen, goedemorgen. En Betty met de groene G, die is er ook. Ik zit in de verkeerde live, zie ik nu. Irma is binnen, gezellig. Even een bakkie koffie uit de chique apparaat. En Henny, goedemorgen. Even kijken hoor, Ferdinanda, Corina, Alinda. Alinda, had ik jou gezien? Angela, goedemorgen. Kijk, zie je, nu ben ik in de war. Karin, goedemorgen. Ik zie Rinetje, goedemorgen. Mariska, goedemorgen. En Willy is er ook, gezellig. Henny W. is binnen. Even kijken. Er kwam iets op mijn andere telefoon langs. Ja, ik sta in een stand-by-modus voor wat anders. Maar als het goed is, ben ik gewoon tot 11 uur open. Maar... Oké. Peetje is gezellig binnen en Femke komt binnengerold. Karin Mentink is erbij. Nou, het wordt weer lekker. Het wordt weer lekker druk. Het wordt weer lekker gezellig. Hartstikke fijn. Nou, ik ga maar weer aan de haak tijdens dit koffieleutje. Gisteren heb ik zo'n leuk blikje gekregen. Maar dat staat nog binnen. En ik ben natuurlijk van alles aan het opruimen. En ik weet niet of jullie hadden gezien. Maar ik had ook zo'n heel klein naaldendoosje. En dat was dan weliswaar van kunststof. Maar dat was ook al een jaartje of 70 oud, denk ik. 60. In ieder geval, dat gaat natuurlijk ook in dat Singer naaimachine blikje. Het is zo'n leuk cadeautje. Martine, goedemorgen. En Lucie komt gezellig binnen. En Treintje is er gezellig. Ja, ja, ja. Petra. Zeker. Rinette, die moet straks... Oh, die moet naar de wolwinkel. Die moet naar de wolwinkel. Met de meiden. Wat leuk. Wat leuk. Wat leuk. Vonne is gezellig binnen. Juf Joke is van de partij. Even kijken. Femke had ik gezien. Peetje. Dieuwetje komt gezellig binnen. Wat heb jij een hoop leuke reacties op jouw waanzinnige vest, hè? Dieuwetje. Ja, dat is weer een opgave, vriendet. Jongen, jongen, jongen. Het is vandaag 14 Juliet. Juliet. Iemand enig idee wat dat is? Wat er toen was? Franse revolutie? Ik heb geen idee. Carla, goedemorgen. Ik vertel net dat dat leuke blik wat ik van jou gisteren kreeg. Ik heb daar natuurlijk nog gisteravond de hele tijd naar zitten staren. Goed zo, duwtje. Heb je helemaal zelf gedaan. Hoop werk. Maar dat is dus design, hè? Je hebt je eigen design gemaakt, uniek. Niemand anders heeft het. Even kijken. Oh, helemaal naar een heel winkelcentrum. Oh, dus voor ieder wat wils. Even kijken. Maar Carla, ik vertel net. Ik heb namelijk uit de erfenis, vond ik, een heel klein Singer naaimachine naaldendoosje van kunststof, maar wel heel oud. Die is daar natuurlijk ook bij ingegaan, hè? Echt hartstikke leuk. 64 mensen al in huis. Goedemorgen allemaal. Ah, vandaar. Nou, ik vond... Rinette heeft een klein jungle topje gemaakt.
Weet je wel, die klapper van Eva en Vonne, die je op Vonne's Creatieskanaal kan vinden. De Jungle Top. En ja, die had hem in het klein gemaakt voor om te testen. Maar dat is net zo leuk. Ik zag ook nog een kleintje langskomen. Die had een babymaatje gemaakt. Super grappig. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Oh, ik had er 16, 18, 20, 22. Zo. Petra heeft een lunch op de Kibo. Oh, wat leuk. Pannenkoekenlunch, lekker. Deed ik iets? Deed ik weer iets in beeld wat niet de bedoeling was? Ja, precies. Precies, Carla. En ik heb nog wel meer zingendinges. En ik heb een zingenaaitafel, hè? En een zingenaaimachine van 100 jaar plus jaar oud. Dus het komt allemaal bij elkaar. Leuk. Ik heb vannacht zat ik te denken van, ja, nou, als ik nou die kast van de muur haal, die verplaats, dan zet ik daar de zingenaaitafel en de antieke breimachine. En dan staan ze daar mooi. Mooi. Maar ik moet wel eerst de muur witten als ik de kast heb weggehaald. Nella, goedemorgen. Die is er ook weer gezellig. Lekker pannenkoek hoor. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, het is geweldig. En mooi hè, dat het ook goed is gekomen. Ja, 's nachts moet je slapen. Ja, nou. Hey Frida, goedemorgen. 11, 12, 13, 14, 15... Via en Els komen ook gezellig binnen. 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Ik woon gewoon in een museum. Ja, en ik bedacht ook, Petra en iedereen. Want ik lag er dus vannacht over na te denken. Want jullie hebben geen idee wat er in mijn huis is gebeurd van de week allemaal. Op de afgelopen weken. En ik heb ook nog geen idee hoe ik dat precies allemaal ga fixen. Dus daar lig ik 's nachts over na te denken. Maar toen dacht ik van, ja, en? Nou, en dan woon ik in mijn eigen handwerkmuseum. Ik denk, ik woon hier toch alleen. Ik doe er niemand kwaad mee. En ik heb gewoon een studio maken met Miranda in het handwerkmuseum. En dat allemaal op één en hetzelfde adres. Ik denk, ja, waarom zit het moeilijk daarover na te denken? Dat kan toch prima? Hoi Inge, goedemorgen. Ja, ik begin heel langzaam te leren, Rinet. Ja, precies dat vond. En ik woon toch alleen. Dus niemand die het erg vindt. En trouwens, die zingenaarmachine, die heb ik dus van mijn date gekregen. Dus, hè? Zo erg zal hij het dan ook wel weer allemaal niet vinden, zou ik denken. Dus wat dat betreft, wat heb ik hier gedaan? Hier is iets misgegaan. 1, 2, 3, 4, 5. Ik hoor me daar een kittig vogeltje chirpen. Een rood bosje. Oh, mijn bril. Oh. Op jullie. Ja, precies. Ik ga voor het een entree vragen. Ja, dat heb je goed, Martine. Ja, ik denk, het interesseert natuurlijk helemaal niemand, niks. Ik woon hier alleen, dus waarom niet? Dus ik zat te denken van, ja, ga ik een beetje meubeltjes eruit. Want ik heb nooit zoveel visite dat we niet kunnen zitten. Ja, dat is nog een goede ook, Martine. Precies, Mariska. Oh, Vonne, die zit alweer bovenop de PostNL-app. Nou, ik weet niet waarom die zo boos is, maar... Is het wel het rood bosje? Hij is in ieder geval eten aan het zoeken. Oh, de bezorger is onderweg. Oh, dat is fijn. En dan een dagtocht naar Miranda's museum. Nee, dat doen we alleen online.
Oké, okay, nou daar gaan we. Eén. Twee. Drie. Vier. Vijf. 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 Nou, ik heb vanmorgen alweer een heel avontuur met de jongens beleefd. Hoi, Jetty. Eerst word ik vannacht wakker. Ik word vannacht wakker van een geluid dat ik denk van... Wat de hek hoor ik nou weer? Wat hoor ik nou? Dus ik lag er even naar te luisteren. Het was in ieder geval binnen in de badkamer. Ik denk, wat hoor ik nou, joh? En ineens herkende ik het. Ik denk, oh no. Ja hoor. Zat dit kleine jochie. Hè? Heel onschuldig zo. Hè? Hij is oud en hij is mager en hij is klein. En, hè? Hij heeft artrose en ingegroeide teennagels. En Bob. Die zat daar dus weer iets op te eten. Heel bloedbad. En dat doet hij dan. Ik heb een badkuip op leeuwenpoten. Ja, je gelooft het niet. In dat minihuis heb ik een badkuip op leeuwenpoten. En dat betekent dat daar dus, daaronder is ruimte. En in die ruimte, ja, daar kom ik niet zo heel makkelijk bij. En hij weet dat als hij iets mee naar binnen neemt, dat ik dat niet leuk vind. Dus hij zat midden in de nacht in de hoek van de badkamer, onder de badkuip, in de hoek dat je er niet bij kan, zat hij wat te verslinden. Ja, nou dan lig je ook nog wel 2 uur wakker als je dat... Daar kan je niks aan doen, hè. Midden in de nacht kan je daar verder ook niks aan doen. Hij moet het gewoon opeten, hoop je dan maar. En dan laten ze altijd nog viezigheid liggen. En dan moet ik maar zien dat ik onder die badkuip erbij kan om dat alsnog te verwijderen. En schoonmaken. Maar hij is zo zielig, joh. Het is zo'n zielig mannetje, hè? Hè, Bob? Maar ik heb wraak genomen. Ik heb hem vanmorgen een pipet gegeven. Dus we staan weer gelijk. We staan weer gelijk. En Samson was ook niet blij. Oh, Petra, dank je wel. Samson was ook niet blij, want die heeft hem ook al gekregen. Want ik denk, ja, dan pak ik ze gelijk allemaal. Gaat hij dit doen? Dat is voor het eerst als hij dit gaat doen. Dit is voor het eerst als hij dit gaat doen. Dit is nieuw. Ja, dit is spannend, hè, Samson? Lukt het of lukt het niet? Oh, ik zie ineens dat hij hiermee bezig is. Hij wil op tafel, maar ik heb niks lekkers. Dankjewel, Petra, voor het onderhoud van het museum. Of gewoon entree. Je kan het ook entree noemen. Dankjewel. Ik kreeg een tingelingeling, hè. Zagen jullie dat? Nou, Samson, wat ga je doen? Hij zit... Samson. Durf je het niet aan? Kom maar. Hij denkt, ja, ik hoor niks. Ik hoor niks. Ja, nee. En Pim heeft hem ook al gehad, maar Frits die is nergens te bekennen. Hey Susan. En als we het dan nog meer over onsmakelijke kattendingen hebben. Oh. Woe! Hij vliegt er bijna aan de andere kant weer af. Ja, het is je gelukt. Oh, er staan allemaal spullen op tafel. Nou, dat heb je goed gedaan. Hallo, lieverd. Hallo. Ja, ik mag nou niet overal, want je hebt net je pipetje gehad. Nou, het is voor het eerst dat hij op de tafel springt. Ja, wieberen. Ja, ga maar zitten. Ja, knap hoor. Nou, en daar zit hij. Ja, precies, Rinet. Frits die vindt dat helemaal niks. Nee, dat is mijn thee. Maar over nog meer onsmakelijke kattendingen. Katten zijn echt vieze beesten hoor. Want, ik heb al gezegd, het is kattenkleedje. Maar, gaan we. Ik weet niet of jullie zien. Maar er is een nieuwe decoratie aangebracht op het kattenkleed. En als je de kleur bekijkt, dan weet je ook van wie de nieuwe decoratie is. Ja, ik zal het niet meer doen. Er lopen zo echt mensen weg hier zo. Hey Janina. Wat gezellig. Wat leuk dat je er bent. Ja. Oh, ba. Ja, van Frits. Ja, het is echt... Katten zijn ontzettend leuk, maar ook niet dus. Hè? Het is zo'n dag. Wat ben je allemaal aan het doen?
Ja, ja, zo zit je mooi midden in beeld. Er zijn dus hele vieze beesten ook tussendoor. Janina, gezellig dat je er bent. No, he did not miss the table, but they cannot see what's on the table. But he almost slide off the table again. Leuk dat je er bent. Hoe kom je? Gezellig. Nou, heb je lekker wat te drinken? Want we zijn hier natuurlijk in een café. Dus ik heb lekker een kopje thee. Heb je ook lekker wat te drinken? En van harte welkom. Hoe heb je ons gevonden? Ja, het zijn katten, hè? Het zijn geen mensen. Dat werkt anders. Nee, konijntjes doen dat niet, Dieltje. Ik borstel nog steeds iedere dag een hele vacht uit deze. Ja, precies, Rinet. Dat mag ook. Alleen als je bij mij komt, dan zit je wel met opgeschreven met een heleboel katten. Maar de digitale versie, dat is wel fijn. Jetty zegt, Samson wordt ook mager. Of lijkt dat maar zo? Nou, als je... ons café, daar gaat hij. Daar gaat hij. Ons café bestaat trouwens nu op de kop af zo'n beetje 2,5 jaar trouwens, lieve mensen. Mijn date komt nu 3 jaar over de vloer. En ik doe volgens mij is dat rond oud en nieuw ergens begonnen dat we zijn gaan opstarten. Oud en nieuw 2021 zijn we begonnen met het opstarten van het café. En dat heeft zich uitgerold tot wat het nu is. En... dat is alweer 2,5 jaar. En wie ons al dus zo lang volgt, die heeft gezien dat Samson, die is in de winter is het een voetbal en in de zomer is het een redelijk normale gespierde kat. Ja, op de kop af zo'n beetje. 2,5 jaar alweer. Wat vliegt de tijd, hè, lieve mensen? Wat vliegt de tijd? En er zijn hier mensen vanaf het eerste uur. Dus Jetty, het klopt dat Samson afvalt. Ja, Irma zegt, ik ben er volgens mij al bijna vanaf het begin bij. Nou, dan heb je ook al heel wat uurtjes erin zitten. Nou, gezellig, want zonder jullie geen café. Oké, ik was weer aan de haak, hè? En als mensen willen weten, wat ben je aan het maken? Een krul. Een haar. Ik ben haar aan het maken. Martine denkt ongeveer een jaar. Ja, leuk. Ik heb je op het handwerkfestijn vorig jaar gezien, maar dat was toen in september of zo. En daar is Fabienne. Maar er zijn al een hoop mensen die al heel lang hier komen. Dat is wel leuk. En je hebt ook mensen die komen. Mensen die gaan ook weer. En mensen die komen soms een tijdje niet. En dan weer een tijdje wel. Mag allemaal, hè. Dat is het leuke aan een café. Where everybody knows your name. Eerst zeggen, media augustus 2021. Ja, en nooit meer weggegaan. Via zegt, ik ben alleen niet zo'n praten, maar zo langzamerhand. En dat mag ook, hè. Het merendeel van de mensen in het café die zwijgen. Want er zitten er nu 93 in. Het merendeel zwijgt, maar dat geeft niet. Die zitten lekker te frutten en te doen. Hoi Miranda. Oh, en Dieltje die kwam in de... Even kijken, dat was augustus volgens mij. Dat we al dat bestek aan het maken waren. Rinette ook. Ook in de etenskal. En Rinette was om door de banaan. Oh ja, het is wel grappig om dat dan te lezen. Ja, en ook ja, ook wel partners inderdaad. Gerard die kijkt zelfs mee. Ja, die vindt het leuk dat jij er zoveel plezier hebt, denk ik. En mensen die niet uit kunnen leggen aan andere mensen, dat ze iedere dag in het café zitten, geweldig. Ja, zoiets Rinette. Het was in ieder geval in... Dus Rinette en het Diewertje die zijn er ongeveer even lang. Fabienne is hier nu ongeveer 3 maanden. Ja, precies, Fabienne. Precies, in de winter. We gaan het liefst iedere dag van het jaar door. Nee, meen je niet, Irma. Dat hij gezellig ook eventjes... Dan is hij toch een beetje bij je, Irma. Nou, dan weet hij van... Oh, Irma zit ook gezellig in het café. Ben ik toch een beetje bij de... Wat lief. Oké, ik maak andere krullen dan dat we gewend zijn. Die is de 1 week, maar die is ook niet meer weg te slaan. Ja, het verhaal van de gebrakte banaan. Ja, er zijn wel dingen die daar kom ik van mijn levensdagen niet meer vanaf. Of het nou bananen zijn of stroopwafels. Jetty zegt, weet je nog wanneer je in Scherpenzeel was? Ja, dat weet ik nog. Nou ja, dat was in 21.
Dat weet ik nog. Ja, precies, Femke. Als je tegen mensen zegt, ik zit iedere dag in het café of 's ochtends om 10 uur, dan geloven ze er niks van. Hé, Angela, goedemorgen, lekker uitgeslapen. Ja, de geprakte banaan kwam pas later, ja. De beroemde buurtborrel, ja, doen we ook nooit meer filmen daarna. Fabienne zegt, hoe lang is het café open eigenlijk? Nou, mijn kanaal bestaat sinds 2017. Na 2 jaar kwam ik in de verdienmodus. Dat was 2019, mei 2019 volgens mij. En het café is volgens mij zo ongeveer gestart, echt gestart, begin januari 2021. Oh, Angela had vroeg een visite. Ja, het vroeg bezoek. Oh ja, ik hoopte het voor je, Angela. Ik hoopte het gewoon voor me. Ja, Rinette. Ja, dan. Nou, 's ochtends dan ga ik koffie drinken in het café. En daarna dan ga ik huishouden doen. En dan 's middags ga ik thee drinken in het café. Dan ga ik huishouden doen. En dan 's avonds ga ik werken in het café. Ja, en dan tussendoor dan moet ik mijn gezin nog zien te runnen. Ja, die komt dus ook bijna 2 jaar. Peetje ook. Ja, maar weet je, jullie komen hier helemaal niet zo lang. Maar de tijd gaat gewoon veel te snel. Daardoor lijkt het misschien op dat het al lang is. Maar de tijd gaat zo snel. En ach, het zijn toch maar een paar uurtjes per dag. Oh. Ik krijg aan mensen ook niet uitgelegd hoor, wat ik doe. Ja, ik ben een smurf in het café, maakt het nog ingewikkelder, ja. Fabienne zegt, oh, in januari dan is het feest, dan gaan we het vieren. Ja, of je, ja, inderdaad, je man die op zijn werk zegt, ja, nee, mijn vrouw zit 3 keer per dag, 7 dagen per week in het café. Oh, en dan krijg je misschien de vraag nog van, oh, is het toilet je vrouw of zo? Ja, dat zou je kunnen. Dat is trouwens een van de banen die ik heb geambieerd. Dat klinkt heel raar uit de mond van de niet-schoonmaak-fan. Maar dat lijkt, dat lijkt me zo leuk. In een nachtclub of zo. Carla zegt, mooie dag allemaal. Ik ga zo even kijken naar de parade in Parijs. Oh! Wachten tot de prachtmanieren van het vreemde legioen met leren schorten voorbij komen sjokken. Altijd fascinerend om te zien. Ben je in... Nee, je bent in Nederland, maar... Oh, omdat het de 14e Juliet is. Ja, ga er genieten van. En nogmaals bedankt, hè, Carla. Hey Anna, goedemorgen. Oh, nou, 2 draadjes wegwerken en Anna heeft haar on-track deken af. Ik ben heel benieuwd. Ja, en dat het eten 's avonds gepland wordt. Voor 7 uur moet de afwas gedaan zijn. Ja, bizar hè. Nou, ik ben nou krullen aan het haken. Ik doe 4 halve stokjes en dan in de 5e steek 3 halve stokjes. En dan weer 4 halve stokjes en dan in de 5e steek 3. En dan weer 4 halve stokjes en in de 5e steek 3. En dan krijg je dus een veel minder krullende krul, maar toch... een krul. En als je dan een heleboel van die krullen hebt, dan is het nog steeds een hele bos krullen. Maar hier gaat ook aanzienlijk minder garen in zitten dan in van die spiraalkrullen. Die natuurlijk hartstikke leuk zijn, maar als ze 40 centimeter lang moeten zijn, dan gaat er heel hik, heel veel in. Petra zegt ook, ja, Daniel die komt rond 6:30 thuis. En, hallo schat, hup, hier je eten, hop, proppen, want ik moet zo meteen naar het café. Met volle mond praten, want ik wil heel snel horen hoe het op je werk was. Want Femke zegt, waar zijn de krullen voor? Nou, ik heb een muts gehaakt. Ook nog gehaakt. En dat wordt een pruikenmuts. Grote versie. Voor bij de aankleedpop. Als ik hem... Nee, dat wordt een pruik voor mij. Rines zegt ook, gisteravond zei een van de puberets dat ze niet wist wat ze moest doen. En ik zei, ik wel. En toen zei ze, naar Miranda. Petra die komt hier vanaf januari. Ja, dat is ook alweer 1/2 jaar. Ja, gewoon kijken hoe dat wordt. Dus ik heb een beanie gehaakt en daar ga ik allemaal krullen aan maken. En als het een succes is, dan kunnen jullie die ook maken voor de carnaval of zo. Maar ik moet hem eerst maken. Maar ik denk dat het een project is van 5 maanden. Want ik schiet er niet heel erg mee op. Maar dat geeft ook niet, hè. Het is een van de vele projecten die gewoon liggen. Het is nog lang geen carnaval, dus. Eén.
2. Debbie zegt, wij zijn hier ongeveer een jaar. Ook alweer een jaar. Angela die vindt het ook super gezellig om regelmatig langs te komen. Ja, spannend Anna. Ik ben heel benieuwd hoe die is geworden. Precies Petra, dan is die voor de carnaval klaar. En zo is het. 1, 2, 3. Rines, ja, nou dat is dus ook hè, dat ik denk van jeetje. Ik raak al in paniek bij het idee dat die één dag dicht gaat. Wat moeten jullie dan? Femke is de laatste mandala van de... haar laatste mandala aan het haken. En dan gaat ze weer een tas maken. Ja, precies. Dan heb je echt wel een stoere muts, Shani. Ja, dat is toch bizar, Petra. Moet je kijken wat je zegt, hè? Dat is wel wat er kan gebeuren. Dat is dus ook de reden dat ik niet kan stoppen met het café. Anders zijn ook mensen zeggen, waarom zoek je geen normale baan? Maar ik kan niet stoppen, want het voegt iets toe aan jullie dag. Ja, Rinette, heel veel plezier. Ook in de rest van het winkelcentrum. En het is gelukkig niet een bloedhete dag. Dus veel plezier met de ladies. Nou, ik heb er toch één gemaakt. Gaan we er nog eentje doen. Gaat toch sneller dan je denkt. En bedankt weer. Petra, zoals iemand gisteren zei, je leeft op de klok. Ja, dat klopt. Ik ben heel ongelukkig als ik niet open kan. En daarom ga ik gewoon bijna alle dagen 3 keer open. Behalve als mijn date er is. Hè. Dat is de enige ADV-uur die ik met plezier opneem. Henny gaat ook weer aan het werk. Werk ze. Doei, Rinetje, doei. Die zaterdagavond, dat is... of die dateavond, dat is... Dat is mijn weekend, hè? Doei! Maar anders... nee hoor, ik ben gewoon het liefst 3 keer per dag open. Vonden gaat ook... die zegt dag aan die gaan. 15, denk ik. 16, 17, 18, 19, 20. Irma heeft bij... Irma is bijna zover. Lekker doorgehaakt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, het gaat niet goed. Ik steek hier tussen mijn draad. Hey Rosalie, hoi. Even overnieuw. 20. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 69. Oh jee, Angela heeft inpak vakantie keuzestress. Niet van hoeveel bikinis neem ik mee en zo, maar van wat neem ik mee om te handwerken? Ja. Ja. Nou, Vonne is bezig met die andere top. Die vind je ook leuk, Angela. Even kijken, deze top. Goed oefenen Mariska, want als je het eenmaal door hebt, met die halve stokjes moet je heel goed nadenken. Dat moet je echt in de focus doen. En als je eenmaal in het mantra zit, dan gaat het goed. Maar je moet niet gestoord worden. Want juist bij die halve stokjes moet je goed opletten. Ik ben even aan het zoeken. Ja. Oh, sorry. Ik was even hardop in het praten tegen mezelf. Dat was niet de bedoeling. Oké.
draadje kwijt. Afgeleid. Oké. Kijk, Irma snapt nu hoe ze haken moet opzetten. Nou, dat is hartstikke fijn. Als je dat kan, dan wil je eigenlijk niet anders. Als je dat zegt, dus ik ga voor mijn sokken. Dat altijd sokken mee, jij volgens mij. Een brei shirtje en een nieuw project. Leuk hoor. Als je daar zegt, dit vind ik nou leuke impactstress. I'm not really showing something, Susan. I'm making hair. I have crochet a beanie. And I'm going to make a wig. And this is going to be the hair on the wig. So I have to make a lot in different length. And then add them to the beanie. And then hopefully it's going to be a fantastic wig or a disaster. But we will find out after I have made a lot of those not curly curls. So, and I'm doing this with half double crochet. And in every fifth, and the first one, but that's just the beginning. In every fifth stitch, I do 3 half double crochets. Oh, wat leuk, DJ die haakte tasjes. Leuk. Praktisch. Hey, Elke. Oh, die heeft bananenbrood, is lekker. Yes, dreads. Exactly, Susan. Vonne gaat lekker weer soep maken. Ik moet nog even kijken wat ik ga eten. Jeanette weet het ook nog niet. Drie. Vier. Vijf. Femke lekker ook pannenkoeken, net als Petra. Oh, dat is ook wel een goed idee, want op zich kan ik die ook wel maken. Want ik heb volgens mij alles in huis voor pannenkoeken. Heb ik zin om pannenkoeken te bakken, is dan weer een tweede. Vonne had gisteren pannenkoeken. Petra heeft een paar dagen gebakken aardappeltjes op. En gaat nu dus rijst of pasta eten. Mihoen met saté bij Shani, ja slim. Petra, ik eet de pannenkoeken voor lunch op de Kibo. En Elke die gaat hartige wafels maken. Oh, lekker. Belgische wafels. 3. 4. Susan wants to make one. First wait until this one is finished. And then you will see if it's good or not. Laan zegt, oh, die heb ik ook gedaan voor mijn kaartendeks. Oh, Elke, ik dacht dat een spek. Kaas. Ik dacht dat al een... ik heb geen idee, spek, kaas. Ja, dat een beetje opfluffen, hè, de mioen, dat is inderdaad... 3, 4, 5, 5. Tuurlijk kunnen de groenten in. Ik zou niet weten waarom niet. Lekker prei of zo. Ja, nee, Petra? Ik heb zo'n hekel aan dat woord in het context met eten. Ik vind... eten. Me deed zij ook een keertje dat woord. En dat vind ik altijd een beetje respectloos tegenover eten.
op de een of andere manier. Maar dat is persoonlijk, hè? Net zoals dat, als je mijn naam niet helemaal uitspreekt, vind ik ook niet leuk. Maar eten, dat is voor mij een hoogtepunt van de dag. Daar moet je van genieten. En dan kan je misschien in 3 minuten op hebben, maar toch? 5. Dan wordt dat, vind ik altijd een beetje denigrerend. Susan already finished 40 of those pack dolls die ze had laten zien. Angela zegt, ja, wel een punt. Sokken, jij kan altijd sokken meenemen. Hetty wil weten, wat ben je aan het doen? Ik ben krullen aan het haken. Maar niet van die spiraalkrullen, maar gewoon een beetje krullen. Krullende, klein beetje krullen. Voor, heel veel eten deze week. Heel veel lekker eten deze week. Heel veel lekker eten deze week vooral. Ja. 5. Nee, Hetty. Nee, ja, voor het popje hebben we ook. Maar dit is voor mij. Dit is de grote Miranda-versie. Dus het is eigenlijk een poppenpruikje, maar dan in het groot. Om te kijken of dat werkt. En misschien leuk voor de carnaval of zo. Niet dat ik aan de carnaval doe, maar voor jullie dan. 4 days busy with the pack dolls. Ja, just, gewoon voor de lol, Hetty. Gewoon omdat het kan. Eigenlijk best een groot project. We moeten echt wel veel krullen hebben, maar... Jeanette zegt, we hebben ook heel veel lekker gegeten. Dus nu weer even rustig. Ja, precies. Precies dat, Joke. Dat vind ik, dat heb ik dus ook. Maar ik kom uit de horeca, dus hè, ook denk misschien dat dat er ook mee te maken heeft. En Petra niet om het een of ander. Maar als iemand dat dan zegt, hè, normaal, hè, maar dat houden we even tussen jou en mij. Dat is misschien wel grappig. Dan zeg ik altijd, varkentjes die vreten. Vroeger ging ik wel eens varkentjes voeren bij iemand hier in de buurt. En dan stonden daar altijd emmers met een slobber erin. Slobber, dat werd dan gemaakt van, een soort compostslobber. En dat moest je dan in zo'n trog gieten. En ik doe dat op een dag. En op de een of andere manier zat er een muis in de slobber. Dus die muis die belandt met die slobber in die trog en die wil weg. En Petra, oren dicht. Dat varkentje, die ziet die muis en die zegt hap. Dat was niet een vegetarisch varkentje. Dat was geen vegetarisch varkentje. Ik wist niet dat ze dat ook aten, maar die had een soort levende sushi. Een soort levende mausje. Die dacht, mijn slobber beweegt. Nou, daar was ik zo van geschrokken. Vond het zo zielig voor het muisje ook. Maar dat waren hele grote varkens. Ja, ik ging dat hok niet in natuurlijk. En ik kan moeilijk een muis uit de bek van een varken halen. Maar dat was geen vegetarisch varkentje. Ja, soep met muisjes. Hij zegt, nee, het zijn ook geen vegetariërs. Het zijn zelfs kannibalen, hoor ik net. Alle varkentjes aan de trog. Ja, maar dat precies. En daarom zeg ik dan altijd, maar dat mag niemand horen. Als iemand binnen huis zei van... Dat gaan we vreten. Nee, varkentjes vreten, wij eten. No, I didn't have a mouse. I don't have a mouse. Yeah, there are lots of mouses here, but they are outside. No, it was about a pig that I was feeding. And they get something like porridge. And in the porridge was a mouse. And I put the porridge in the feeding thing. And the pig saw the mouse and he ate him. Ja, maar met vreten bedoel ik, die eten alles. Die eten alles. En ik ben dol op varkens, dat weet je toch? Maar ik was toen nog jong, althans, weet ik veel, een jaar of 14.
En ik was echt helemaal in shock dat die varken voor mijn neus dus dat muisje op had. Ah. Nou ja, de avonturen van Miranda. Je weet nooit wat er gebeurt. Die heeft maximaal 3 projectjes, want anders dan overziet ze het ook niet meer. Ik vind het wel leuk, er komen nog steeds biedingen binnen op de pakketjes die ik volgende week ga de veilingen af ga ronden. Ja, Petra's varkens die eten met mes en vork. Mariska denkt dat veel projecten weer een bolletje worden. Nou, zie je, het zijn niet hele krullende krullen. Maar ze krullen wel. Je moet even een beetje helpen. Je moet even een beetje in vorm. Maar krullen zijn ook niet allemaal hetzelfde, hè? Het heeft ook met spanning te maken. Ik hier weer zitten frutten. Aan de picknicktafel op het terras, servetje voor. En tussen de mensen. Kijk, als je hem even opwikkelt, dan gaat het al een stuk beter. Nou, hier heb ik 10 minuten over gedaan. Oh, dat is nog te overzien. 10 minuten. Dat zijn de langste. Ja. Kan je tekenen. Abba, zonde van je koffie, Irma. Goed dat je het zegt trouwens. Even thee. Oké. Gaan we weer. Tot 60, hè? Oh. Oh, heerlijk Dieuwertje. Geweldig. Dieuwertje heeft lekker bellen geblazen. Ja, hoe vaak doe je dat nou nog, hè? En dan krijg je dat toevallig een keertje. En dat is toch hartstikke leuk. Kijk, stiekem, ik heb er al 4. Deze. Ja, iedereen aan de bellenblaas. Oefening bij het kunst, Fabienne. En dit zijn maar losse, hè? De rest gaat niet zo snel. Ik heb dus geprobeerd dit te doen door ze hakend op te zetten, maar dat werkte niet. Dat is dan wel weer jammer. Ja, wat dat betreft, dat is koester het kind in je, hè? Dat we toch allemaal even lol hebben van zo'n bellenblaasje. Oh, wat leuk. Jeanette die is aan het borduren en een knooppakket kussen besteld. Kijken hoe dat gaat. Nou, ik weer een nieuw knooppakket kussen heb, kan ik de oude af gaan maken. En dat dacht ik van, oh, dat is ook wel leuk om binnenkort tijdens de koffieleutjes te gaan doen. Zodat jullie zien hoe dat smeer naar knopen eigenlijk gaat en hoe je dat best doet. Dus dat is leuk. Ja, het ene beest vindt het leuk, Petra, de andere niet. Ja, leuk hè, Diootje. Ja, maar, ach. Eva en de webwinkel is zoveel meer. Die is nog drukker bezig met cadeautjes verzinnen en zoeken dan met daadwerkelijk de winkel. Die vindt dat zo gezellig om er iets bij te doen waar jullie blij van worden.
Janessa, het moet alleen achter een naald aan. Zat een borduurnaald bij? Bij het knooppakket? Jeanette, doe me even een foto sturen van wat je hebt gekocht. Fabienne zegt, ik heb ook één besteld, maar ik weet niet of ik het ga krijgen. Denk dat ik me heb laten vangen. Wat heb je besteld, Fabienne? Petra, die spaart bellenblaasjes. Hey, Monica. Nou, lekker weekend. Heb je ook weer gehad. Oh, en waar heb je die dan gekocht, Fabienne? Nou, dat vond ik helemaal leuk aan het hele kinderenverhaal toen ik kinderen had. Ik kon gewoon ongegeneerd in de speeltuin, naar de dierentuin. Ik vond het allemaal geweldig. Lego spelen, maar dat kan je ook als volwassene natuurlijk. Nou, goed zo Monica, lekker weekend. Heb je ook weer gehad. Weer meer dan 100 mensen in huis. Hè? Het is ook fascinerend hoe druk het hier altijd is. 3, 4. Bij Versus of zo. Oh. Ja, op Facebook moet je... Dat is op Facebook... Doe dat niet, lieve mensen. Op Facebook zijn het of dropshippers... Dus die verkopen jou iets heel duur wat ze vervolgens in China bestellen en op jouw adres laten afleveren voor veel minder. Of, Jeanette heeft de foto gezet. Even kijken. Even kijken, want volgens mij zit in mijn pakket ook geen naald. Ja. Ja, dat is meer een pakket. En er... Helemaal geen naald in de doos. Oké, ja, volgens mij zit er in mijn doos ook geen naald. Dit klinkt weer niet goed, hè? Balen. Balen. Oh, hier, dit is de foto van het pakket van Jeanette. Ja, daar heb je echt een smeernaald voor nodig. Het kan ook met een haaknaald in principe trouwens. Het kan ook met een haaknaald. Als je wil beginnen, het kan ook met een haaknaald. Je hebt niet echt direct een smeernaald nodig. Het kan ook met een haaknaald. Dat is ontzettend leuk. Ik vind het ook leuk. Ik mocht dit ook doen van mijn moeder vroeger. Mijn moeder deed dit ook en dat mocht ik ook doen. Dus het kan ook met een haaknaald. Femke wil weten waar je het vandaan hebt getoverd. Je kussen. Ik denk dat als je knoopkussen zoekt, dat je op zich al wel heel ver komt hoor, ook op de Google. Er zijn natuurlijk verschillende winkels die dat verkopen. Ik zal eens even kijken, want ik heb ook een splinternieuwe doos. Volgens mij zit daar ook geen naald in. Ik zal hem even pakken. Nee, ik ga hem niet pakken, want ik had hem net opgeruimd. Terug. Ik had hem net in de kast. Inge, het koffieboontje. Heb je het koffieboontje al gekeken van Joke? Nee, Letchhoek, dat is Engels. Voor smeernaald. Kan je hele setjes kopen. Ook ben weer te ver. 1, 2, 3, 4, 5. Nou, 6, 6 mag ook. Ja, Inge, juf Joke. Oh, die maakt ze al. Ja. Gaatjes. Ja. Oh, Jeanette maakt een boezel. Oh, wat leuk. Voor Levi.
mannensok kabels. Angela die heeft leuke kabelsokken gemaakt. Ik weet niet of ze ze ooit nog een keer maakt. Leuk hoor, Jeanette. Vier. Vijf. Het gaat echt wel sneller dan ik dacht. Als je de gang een beetje hebt. Ik moet nog even gaan kijken hoe ik dat precies vast moet zetten. Op de muts, hè. Met de rechte bovenscheiding of ik wil ook een pony, denk ik. Dat wordt nog heel gedoe hoor, denk ik. Oh, wat leuk. Karin gaat zandsculpturen bekijken. Waar is dat? Op welk strand is dat? Dat is altijd zo waanzinnig. Dat is ook kunst hoor. En doorzettingsvermogen. Het zijn echt van die bijzondere uitjes. Ontzettend leuk. Het is prima dag volgens mij. Qua weer. Bij een kasteel in Diepheim. Oh, wat leuk. Nou, dat is iets om naar uit te kijken. Gezellig. Nee, Mariska, ik ben nog lang niet klaar. Maar ik heb alleen dit kleurtje nu bij de hand. Dus nee, er komt waarschijnlijk ook nog een grijsje door hier en daar. Maar zo snel gaat het nou ook weer niet. Wat een boel, hè? Oh, Inge is met de sokkenwol van Lammy met die leuke verloopjes. Dat is ook leuk. Dan hoef je geen patroontje erin te maken, toch? Want dat zie je dan weer niet. Dat is dan weer zonde. Het verloop doet dan het patroon, toch? Zo. Nou, dat ging hartstikke snel. Ja, nou Irma. De kunst van het maken is al... Monika, wat ben je aan het maken? Haar. Ik ben haar aan het maken voor op de muts, dat het een pruik wordt. Dus ik ben krullen aan het haken. Vandaag hebben ze een bed hair day. Ik ben krullen aan het haken. En dan moet er een heleboel worden. En als ik een beetje grijs en zo erdoor doe, dan denk ik dat hij misschien nog leuker wordt. Grijs en zwart en misschien rood. Oh, Mariska heeft aan de schaap... Ik lees eerst getrokken. Hè? Mariska heeft aan het schaapje geroken en gevoeld. En? Gewoon lekker genieten. Ik zei, ja, het gaat om de rek van de pasvorm. Ik weet het niet. Ik ben nog geen sokkenspecialist. Ja, precies, Monika. Voor op die muts die ik heb gemaakt. Doei, Debbie. Nou, veel plezier, Debbie. Ja, ik ben dol op kastelen. Maar dat kasteel zal wel niet open zijn. Exactly, Susan. Exactly. 10. Twee, drie, vier, vijf, zes... 7, 8, 9. Dat is fijn, Mariska. Je moet even schakelen, hè, want het is wol. Maar superleuk. Ik ben heel benieuwd als ik het zelf straks heb.
30? Ik weet het niet. Nee! Dat is geen krekel. Dat is een roodborstje. Volgens mij. Maar die zit de hele ochtend al heel driftig te chirpen. En als het geen roodborstje is, dan is het denk ik een winterkoninkje of zo. Maar ik zie hem niet. Maar het is geen krekel, hij vliegt rond. Maar 's avonds horen we hier wel krekels. Het begint hier steeds meer Zuid-Europa te worden. Doei Martine. Ja, ik moet er ook vandoor, lieve mensen. Ik moet er ook vandoor, want ik moet weer verder met... Ik heb een drukke dag. Dus ik moet er ook eigenlijk vandoor. Dus met Martine ga ik jullie ook gedag zeggen. En dan gaan we vanmiddag om 3:00 gewoon weer gezellig verder. Als jullie wat leuks gaan doen, ga ervan genieten. En kijk, er komen allemaal gele bloemetjes nu. Zien jullie dat? Het wordt helemaal geel. Kijk, Inge zegt, ik volg op korte naaltjes. Nou, dat mag toch? Dat mag toch, Inge? Dag Petra, dag Femke, dag Mariska. Die gaat ook zo snel mogelijk met de jungle top. Ja, eerst oefenen voordat je het op de top loslaat, hè? Dag Monika, dag Irma, dag Rosalie. Die gaat ook weer even zinnige dingen doen. Dag Hebbes, die haak nog even lekker door. Dag Die, dag Deeltje. Bye. Dag Fabienne, doei Inge. See you later. Ik ben er van tussen. Tot de volgende ronde. Doei. Dag Mariska, iedereen, Peetje. Doei.